Op donderdag 15 maart kan je op 1 kijken naar de eerste aflevering van Vandaag over een jaar met Kat Luiten. Binnenkort start Vandaag over een jaar. En Vandaag over een jaar is een heel mooi project geworden. Het is een programma waar mensen eigenlijk geploeterd, gezocht, gezweet hebben om een doel in hun leven te realiseren. Ze zijn in januari 2017 met mij op de sofa komen zitten in de studio. Zij komen vertellen wat ze heel graag in hun leven wilden aanpakken, waardoor zij wellicht gelukkiger werden. Ze hebben daar dan zelf een jaar voor gewerkt en ze zijn in januari 2018 komen vertellen of het al dan niet gelukt is. En vandaar ook de titel Vandaag over een jaar. Nu, het bijzondere aan het programma is dat er in de studio twee deuren zijn. Je hebt de deur van 2017, de deur waardoor zij eerst langskomen om te vertellen wat ze gaan doen. Zij vertrekken terug door die deur en dan komen zij door de deur van 2018 vertellen of het gelukt is of niet. En eigenlijk zit daar voor hen een volledig jaar tussen. Maar voor de kijker is dat maar een paar seconden. Dus dat is wel een heel leuk effect, dat je eigenlijk direct ziet wat er gelukt is, wat er niet gelukt is. En dan krijg je het verhaal van de mensen, hoe dat ze ertoe gekomen zijn. Wat wil jij vandaag over een jaar gerealiseerd hebben? Ik wil volgend jaar een lief hebben. Een lief. Een lief. De kandidaten die aan het programma deelnemen krijgen best wel wat steun van de makers. Maar voor het echte inzettingsvermogen moeten ze zelf zorgen. Het is geen droomfabriek. Wij hebben ze niet geholpen. Nee, de enige stok achter de deur was eigenlijk het feit dat ze het een jaar nadien op de zetel terug moesten komen vertellen. En dat werkte voor de meeste mensen wel. Ik denk dat mensen toch zoiets hebben. We hebben dat nu gezegd. We hebben daar ons achter gezet. We willen niet afgaan, hoewel... Ik denk dat ze daar nog niet eens zo hard mee bezig waren. De mensen die wij in de studio hebben gehad, waren zo overtuigd van hun zaak. En natuurlijk hebben die af en toe in het jaar een dipje gehad. En dan was er een fantastische redactie die af en toe ook een duwtje in de rug gaf. En die zei van, kom aan, je zit nu al zo ver, doe nog even door. Maar ze hebben het echt helemaal zonder onze hulp gedaan. Ja, ik val op mannen in een pad. Dus dat is misschien wel... Oké. Okay. En zo van donker. En hij moet ook wel een beetje romantisch zijn en heel veel humor hebben. Ja. Ja. Er kwamen best wel veel mensen binnen. Sommigen zijn echt wel straf. De wensen van mensen zijn ontzettend gevarieerd. Dat kan zijn van, ik wil mijn rijbewijs halen en dat is om die of die reden nog heel lang niet gelukt. Maar dat zijn ook heel mooie pakkende verhalen. Mensen die een accident mee hebben gemaakt en die daardoor niet meer kunnen praten. En die van de dokters te horen hebben gekregen, het zou nog kunnen, maar daar moet er heel hard voor gewerkt worden. En die dus een jaar bezig zijn geweest met revalidatie, logopedie. En die dan hopelijk terug binnenkomen bij ons. En die het wel zelf kunnen vertellen. Dat zijn mensen die aan het revalideren zijn. Of die met hun beperking toch een sportieve prestatie willen leveren. De Mont Ventoux is een paar keer gepasseerd. Zelfs hele jonge mensen hebben de Mont Ventoux proberen te bedwingen. Dat zijn mensen die van een paar kilootjes af willen. Zware gevallen, kunnen we letterlijk zeggen. Die daar ook een heel jaar hard aan gewerkt hebben. Ja, een beetje van alles eigenlijk. Elke deelnemer kan dankzij Vandaag over een jaar zijn of haar leven op een paar seconden tijd een andere wending geven. Maar wie zijn die mensen nu eigenlijk? Het zijn heel normale mensen. Het zijn mensen zoals jij en ik, die gewoon over de straat lopen en die thuiskomen en s'avonds in hun bed kruipen en die denken van, oh, daar wil ik iets aan doen of dat wil ik veranderen. En die dan ergens de kracht hebben gevonden om daaraan te beginnen. Het zijn de allernormaalste mensen. Elke normale mens is ook speciaal, hè? Vandaag over een jaar. Vanaf donderdag 15 maart, elke donderdag, net na thuis, op 1.